Radio 10 directeur, meneer Werner Dutterhoeven. Ons station, het Nationaal Station nummer 1, is vandaag 10 jaar. Wat zegt dat u als directeur? Nou, wat zegt men een heleboel. Het is op de eerste plaats dat 10 jaar kroon op mijn werk. Het is vanaf de oprichting, 10 jaar geleden, is het alsmaar beter gegaan. We hebben 5 jaar geleden een eigen center opgezet in Nikeri om daar een goed bereik te hebben, ons publiek te bereiken. Het vorig jaar zijn we in ons nieuwe pand gekomen, ons eigen pand. We waren al die jaren bij de STVS ondergebracht. En vorig jaar, kort nadat we verhuisd zijn naar hier, hebben we ook een eigen center neergezet in Mongo met de bedoeling ook de rest van Marowijnen te bestrijken. Dus daar zijn we mee bezig. Dus 10 jaar, Radio 10 zegt me heel veel. Het zijn 10 succesvolle jaren geweest. We hebben in die 10 jaren tijd ook hele goed omroepersteam gehad. Het is wel zo dat de jongens hier ook tegelijk worden opgeleid, want Radio 10 heeft een format, een programmaformule. En daar moet iedereen die hier werkt vooral in de omroep zich aan houden. Weet, het is niet zo dat je hier komt en dat je je eigen ding komt doen. Het is 24 uur per dag Radio 10 en zo moet het blijven. Ik denk dat dat zeker ook de basis is voor het goed uitdragen van het station. Gefeliciteerd. En bedankt voor zoveel moois op de radio. Dankjewel. Nou, ik ben niet bij Radio 10 begonnen met mijn carrière. Ik ben eigenlijk elders begonnen. Maar Radio 10 is waar je thuis komt. Dat kan je aan elke omroeper vragen. Radio 10 is waar je thuis komt. Hier word je volwassen radioman. Hè. Hier leer je in principe wat radio maken is. Discipline, doorzettingsvermogen moet je eigenlijk al van het begin hebben. Anders word je niet geselecteerd om in deze groep opgenomen te worden. 10 jaar Radio 10, dat is een heugelijk feit en ik ben blij dat ik in de bevoorrechte positie ben om het allemaal mee te maken en te mogen vieren. Ik wil dan aan ieder dank zeggen die mij heeft geholpen erbij, die mij heeft geïnspireerd om hier als deel van de crew te worden en die me heeft gevraagd om mee te doen. En ik vind het een bijzonder feit dat Radio 10 bestaat. En dat we dus zoveel bereik hebben. Via 88.1 zijn we te beluisteren, 88.7, 103.7 en uiteraard ook via internet. Je volgt ons live via www.radio10.sr. Daar heb je een livestreaming button. En dan kun je dus gewoon ongelimiteerd 1x24 uur gratis luisteren naar Radio 10 Magic FM. En natuurlijk zijn we ook te volgen op www.waterkant.net. Je moet connecties hebben, je moet affiliates hebben, je moet mensen hebben waarmee je dat ding samen doet. En www.waterkant.net is een van onze kameraden. Blijf ze volgen via internet, maar ook onze website www.radio10.sr. Ciao. Elisabeth, wat zegt het jou om te mogen opgroeien in zo'n geweldig station? Dat betekent echt veel voor me, want ik vind het gewoon geweldig voor opa nu het bereikt dus met zijn 10 jaar Radio 10. Ik vind zijn potentie echt tof en ik hoop dat hij zo blijft doorgaan. Horen we jouw stem ook binnenkort op de radio? Wel, ik hoop het en ik vind het gewoon geweldig. Als een omroepers hier zien mijn inspiratie. En ja, dus het lijkt me leuk te zien, dus ik kijk waar het ervan wordt. Vaak, dan gefeliciteerd ook met de chances. Ashna. Als een van de weinige dames in de oproep in Suriname, hoe voelt het voor jou of wat zegt het jou om te mogen werken bij dit magisch station? Nou, een heleboel. Ik ben er niet 10 jaar bij, maar wel ruim 5 jaar. Ik heb veel geleerd. Ik leer nog steeds en het is gewoon super magisch om hier te werken. Eerlijkheidshalve, elk huis heeft zijn kruis, maar je moet gewoon weten hoe je ermee omgaat. Overal is het gewoon prettig werken. Ik heb het altijd gezegd, een directeur als Werner Dutenhoven. Ik zie geen andere mediadirecteur als Werner Dutenhoven. Met zijn min- en pluspunten. Hij is gewoon een man. En zoals ik al zei, elk huis heeft zijn kruis. Dus je blijft thuis? Ik blijf thuis. Gefeliciteerd. Dankjewel, jij ook. Abu, thank you. Alsjeblieft. Je Radio 10 is vandaag 10 jaar. Suriname, gefeliciteerd. Charles Tarsa, in de technicus bij Radio 10 en een der iconen, Steven van Verenigingslust. Wat zegt Radio 10 10 jaar voor jullie? Alle big up aan alle fans. Alle big up aan de fans, want jullie maken radio. Ja, sowieso.
Ik vind het gewoon te goed, gek en mooi dat we iets kunnen doen voor de mensen. Die mensen houden van het ding en dat willen we blijven horen. En we doen ons best. Helemaal. Hartelijk dank en gefeliciteerd. Dank je. You're welcome, man. Goed.